Dit zou wel eens het boodschappenkistje kunnen zijn dat ons voedselsysteem gaat redden. Ik ben namelijk de afgelopen tijd het zogenaamde Eat Lancet dieet aan het proberen. En vandaag zijn we op bezoek bij voedselprofessor Jaap Seidel om antwoord te krijgen op de vraag: hoe gezond is dit dieet nou voor mij? En wat zou er met de planeet gebeuren als we dit nou eens allemaal zouden gaan doen? Wij zijn nu thuis bij voedselprofessor Jaap Seidel. Dankjewel. Ja. Met mijn boodschappen voor de komende week. Het zogeheten Eat Lancet dieet. Ja. Wat is het Eat Lancet dieet? Nou, dat is in feite een dieet, zeg maar, een voedingspatroon, wat voldoende voedingsstoffen geeft en duurzaam geproduceerd kan worden voor 10 miljard mensen. En dat komt in feite voor ons erop neer dat we de dierlijke producten die we nu eten, vlees, eieren, zuivel en dat soort zaken, dat we dat gemiddeld in Nederland zouden moeten halveren. Dat we de hoeveelheid volkoren granen, plantaardige producten, eiwitbronnen en groenten en fruit moeten verdubbelen. Ik hoef mij de komende week echt geen zorgen te maken. Ik kom wel op aan al mijn trekken door deze heel veel bonen en peulvruchten, noten. Het volume wordt natuurlijk groter, hè? Want vlees en vis en eieren zijn natuurlijk heel geconcentreerde voedingsbronnen. En met hoogwaardig eiwit en met veel voedingsstoffen, compact gemaakt door de dieren voor ons. En in feite slaan we die stap nu over en gaan we het zelf eten. Moet ik gewoon al dat... En dat betekent veel meer volume, moet je het allemaal zelf bewerken. Maar dat betekent ook in feite dat je daardoor minder makkelijk te veel eet. Ja, en te veel zout en suiker. Als ik er een beetje cynisch in zou staan, dan zou ik dus zeggen: ja, ik moet allemaal konijnenvoer gaan eten. Ja, maar dat is natuurlijk, ja, dat lijkt er een beetje op. Hè? Maar als je nou zou denken, je kunt van dit voedsel ook het soort van voedsel maken wat je in die geweldige restaurants op vakantie in Griekenland of Portugal of Marokko eet. Ja, dat is gewoon hartstikke lekker. En dat is ook van dit soort voedsel. Dus dat is eigenlijk, als je het net uit de grond haalt, dan zullen kinderen ook zeggen: dit is vies. Maar wanneer je daar een groenteschotel van maakt uit de oven of wat dan ook, dan heb je natuurlijk een prima voedingspatroon waar je heerlijke maaltijden van kunt maken. Het lijkt in die zin best wel op het Mediterraanse menu waar we eigenlijk allemaal zo naar verlangen. Nou ja, en het lijkt ook een beetje op het menu wat jouw overgrootvader had en overgrootmoeder. Ja. Die hadden natuurlijk prima geen tekorten en die aten dit soort dingen. Dit kocht je bij de kruidenier, bij de groenteboer en bietjes en grutjes. En de melkboer die langs kwam. Veel minder dierlijke producten en een sterke stijging groente, fruit, noten en peulen. Daarmee kunnen we straks 10 miljard mensen op een duurzame manier gaan voeden. Maar hoe ziet de toekomst van de veeteelt er dan uit? Voor die vraag ben ik naar het zuiden van ons land gegaan. Wij hebben een afspraak met Ruud Sanders van Kipster op zoek naar de veeteelt van de toekomst. En toch staan we hier tussen de rijstwafels, de koekjes. Ruud, wat is hier gebeurd? Ja, in tegenstelling tot wat we nu doen volgens mij met het produceren van dierlijke producten, is dit denk ik de toekomst. We staan nu tussen allemaal reststromen van humane consumptie. En dat is denk ik het enige aspect wat toekomst biedt aan de intensieve veehouderij in Nederland. En misschien wel in de wereld. Leg uit, want jij bij Kipster maakt kippeneieren. Ja, maar dat doe je op een hele andere manier dan de rest van... Ja, klopt. Wat we eigenlijk massaal doen in zo'n beetje wel de hele wereld is dat je bij wijze van spreken 1 kilogram graan hebt waar je ook 10 mensen mee zou kunnen voeden. Wij in het Rijke Westen geven die kilogram graan aan een varken en een kip om via een inefficiënte weg nog 2 tot 4 mensen te kunnen voeden. Nou, dat lijkt me eigenlijk best wel onzinnig. Dus, maar we zijn op zoek gegaan naar die rol van dieren in het voedselsysteem. Hoe zou je dat moeten doen? Is er wel een rol voor dieren in het voedselsysteem? En dan blijkt dat je eigenlijk alle vruchtbare gronden in de wereld kunt benutten voor plantaardige producten voor mensen. Gronden waar niks anders groeit dan gras, zou je met koeien of geit alsnog eten voor kunnen maken. En dan hebben we heel veel afval van humane consumptie, mogelijk wel veel te veel. Maar wat kunnen we daar nog wel mee? Daar kunnen vaak en een kip iets fantastisch wat wij niet kunnen. Want die kunnen dat opeten en daar kun je dan efficiënt weer voedsel van maken, dierlijke producten mee maken. Want ik zag ook vandaag, we waren langs en daar zagen we het Eat Lancet menu. En in het hele Eat Lancet menu was in de week maar ruimte voor 1 eitje. Dat is voor een kippenboer toch vast wel een hele grote domper om te horen. Nou, zo kijk ik er niet tegenaan. Ik denk dat voor een kippenboer fantastisch is dat er dus toch ruimte is voor een ei. Want je zou ook naar helemaal veganistisch kunnen gaan. Maar volgens mij moet je dus kijken van hoe produceer ik zo efficiënt mogelijk voedsel voor alle mensen. En dan ga je vaak eens kippen alleen maar voeren met reststromen. Nou, en daar rolt dan iets uit hoeveel vlees en eieren er beschikbaar is. En ik geloof best dat er dan 1 ei per week per persoon, tot dat dan beschikbaar is op een efficiënte manier. Dus dan doe je het eigenlijk juist heel goed. Dus je zult mij ook nooit horen zeggen, je moet allemaal zoveel mogelijk eieren eten. Nee, je moet
het aantal eieren eten wat de productie en daarmee de wereld eigenlijk kan draaien. En dan kom je wellicht zelfs uit in de verhoudingen die vanmorgen ongeveer in mijn kistje zaten, namelijk heel veel groente voor menselijke consumptie en een klein beetje vlees en een klein beetje zuivel. Ja, en een ei. En een ei. En wat je dan verkeerd deed in je kistje, tenminste dat denk ik. Ja? Want jij had daar volgens mij bruine eieren in zitten. Dus het waren niet onze eieren. Ik denk dat je daar een biologisch ei in had zitten. Ik heb een biologisch ei gekocht, ja. Alleen, dat is niet goed. Ja, dat moet je zelf weten. Maar dan heb je in ieder geval geen eieren van kippen die gevoerd zijn met alleen maar reststromen. Dan heb jij eieren gekocht van kippen die gevoerd zijn met biologische granen en biologische mais. Die we ook als mens zelf op had kunnen eten. Die hadden ook gewoon in mijn kistje kunnen zitten. Tuurlijk. En dat is zonde. Ja, dus dat is gewoon heel, heel inefficiënt. Zonde. En wat denk je dat dan de belangrijkste boodschap is naar politici die nu meeluisteren? Wat is volgens jou dan wel de beste boodschap? Ja, die zit eigenlijk heel simpel in elkaar. Zorg nu dat er een regel komt dat we niks meer aan onze dieren geven wat we ook als mens rechtstreeks zelf op hadden kunnen eten. En niks op het land zetten voor dieren wat we ook zelf als mens op kunnen eten. Zo simpel is het. Zo simpel kan het zijn. We kunnen ons land dus efficiënter en duurzamer gaan indelen. Minder land voor veevoer en meer land voor mensenvoer, natuur en wellicht hier en daar een woning. Met die gedachte heb ik dan nog één laatste vraag voor Jaap. Nou, waar we het in het Iedlandse dieet dan veel over hebben is dat het en heel erg goed voor de planeet is. Nou, dat is duidelijk. En voor mij, de consument. Maar dan valt de boer weer een beetje buiten de boot. Nee, de boer is natuurlijk de spil waar alles om draait. He, die produceert eigenlijk alles, al het voedsel wat wij eten. En die moet natuurlijk daar een eerlijke prijs voor krijgen. Dat krijgt hij nu niet. Hij krijgt te veel te weinig voor zijn groenten en zijn fruit. En je kunt alleen maar overleven wanneer je exporteert, wanneer je suikerbieten gaat verbouwen en veevoedsel en dat soort zaken. En dat zou anders moeten. We hebben overheden nodig die als het ware duurzaam gezond voedsel produceren, dat die dat belonen. Mm-hmm. En dat wanneer je dat verwerkt in allerlei hoogwaardige, maar inferieure producten, hoogwaardige, dat wil ik zeggen, veel calorieën en veel suiker en veel vet, producten maken, dat je dat ook belast. Ja. Dus dat je op een bepaald moment zegt, de milieuschade, de verlies aan biodiversiteit en de gezondheidsschade uit voedsel, uit de hele keten, dat laten we ook terugkomen in de beprijzing en het stimuleren van productie. En die bal ligt nu voor het grootste deel in Brussel, bij de huidige Farm to Fork Strategy. Is dat genoeg? Nee, dat is niet kan genoeg. Kun je beter zeggen, we gaan allemaal het Iedlandse dieet eten? Nou ja, kijk, Europa is ook maar een kleine speler. Hè? Dus je hebt VN-verdragen nodig. Mm-hmm. Je hebt ook de voedsel... Food Systems Summit gehad afgelopen jaar in New York. Waarbij de VN ook zegt, ja, dit is urgent jongens. We moeten straks met 10 miljard mensen echt anders gaan eten, anders gaan produceren. En de overheden, inclusief de Verenigde Staten en Azië en Afrika en Zuid-Amerika enzovoort, de grote voedselproducenten, die moeten eigenlijk om naar hoe krijgen we hoogwaardig, gezond voedsel, duurzaam geproduceerd voor iedereen. Een duurzaam voedselsysteem, daar zijn we nu nog niet. Koplopers als Ruud en Jaap bieden in elk geval perspectief. En het Iedlandse dieet, dat kan ik echt iedereen aanraden. Maar zonder makkelijke toegang tot verse producten en serieuze vaardigheden in de keuken, kan het dieet haar belofte voor de wereld niet helemaal waarmaken. Als het lukt, kan de toekomst nog lekker zijn ook.